dan zie je hier het grote gebouw staan, 100 meter breed, met hier een poort. En die poort die stond hier precies achter het water. Dat is deze plek. Als je bedelaar was, dan werd je binnen in dit gesticht werd je dan in een van de zalen opgesloten. Er zaten 25 grote kamers in. En die kamers die, konden elk 40 onderdak bieden aan 40 kolonisten. Die hadden dan overdag banken om te zitten. En 's nachts werden de banken aan de kant geschoven. Er werden hangmatten vanaf het plafond laten zakken. En dan met z'n 40 in de zaal lagen ze dan te slapen. De bedoeling was dat mensen die daar binnen werden gebracht, dat die daar minimaal een jaar moesten blijven. En ze moesten werken voor hun geld. En dat zat een heel nauwkeurig tariefsysteem aan van wat je kon verdienen voor de werkzaamheden die je deed. Je moest minimaal een bepaald bedrag verdienen om daarmee je verblijf te kunnen betalen. En al het geld wat je meer verdiende dan dat minimum, daarvan werd de helft in een pot gedaan. En werd ook genoteerd hoe groot dat bedrag was. En zo gauw dat bedrag 25 gulden was, dan kwam je in aanmerking voor ontslag. Dus je moest minimaal een jaar blijven. En als je dan in dat jaar die 25 gulden bij elkaar had, dan kon je je ontslag aanvragen en dan kon je in principe eruit. En er waren ook best veel mensen die dat lukte in een jaar. Als je hier naar binnen ging, dan gingen de vrouwen met kleine kinderen naar de rechterkant. En de mannen met eventueel grotere kinderen, die gingen naar links toe. En er liep over dit middenplaats liep een dubbel hek op een paar meter ruimte van elkaar. Dus ze konden elkaar zien. Ze konden elkaar, als ze niet hoefden te werken, door het hek heen spreken. Wat niet betekent dat er niet helemaal geen contact was, maar dat ze bijvoorbeeld op het land moesten werken. Er waren hier 21 grote boerderijen rond de kolonie, in de kolonie Ommerschans. Daar moesten mensen op het land werken en daar gingen mannen en vrouwen ook schouder aan schouder wel werken. Dus er was wel degelijk contact. Maar in principe werden ze strikt gescheiden om problemen te voorkomen. Tot 1859 maakte het gesticht deel uit van de Maatschappij van Weldadigheid, de organisatie die met hele goede bedoelingen hieraan begon. In 1859 werd het een rijksinstelling en vanaf 1870 werd het er alleen nog maar mannen toegelaten. Toen werd het echt zeg maar, een oude mannen gesticht. En in het allerlaatste jaar, 1889, heeft een van die verpleegden, zoals ze toen intussen genoemd werden, heeft op een van de boerderijen een dochter van een van de hoevenaars vermoord. En dat heeft wel heel veel impact gehad. En meteen daarna is eigenlijk de boel gesloten. Dat waren ze al van plan, dat heeft daar op zich niks mee te maken. Maar de moord op Sientje Hogeberg, dat is wel zo'n milestone die maakt dat iedereen zich Ommerschans herinnert als een plek waar, ja, waar hele gruwelijke mensen zaten en waar het er heel erg aan toe ging. Kijk, een van die andere gruwelverhalen is van mensen stierven hier als ratten en ze werden allemaal in massagraven begraven op de begraafplaats. Nou, ik heb wel eens de moeite gedaan om even uit te meten hoe groot die is. Op die begraafplaats is keurig plek om 5000 mensen royaal te begraven. Hadden er ook 7000 kunnen zijn. Die hebben allemaal keurig netjes een eigen graf gekregen. Alleen, ja, je vindt er geen stenen of zo. Nee. Maar dat vind je ook niet als je in Denenswaard naar de Mulderij, naar het oude gebied gaat, wat uit dezelfde tijd stamt. Daar zijn ook geen stenen meer. Ja, dus daar is niets raars aan. Nee. Verder is het wel zo dat als je 40 mensen in een zaal opsluit en dat in 25 zalen tegelijk, dat je natuurlijk een grotere kans hebt op een besmettelijke ziekte. Mm-hmm. Dus als de cholera door Nederland gaat, dan heb je in Ommerschans wat meer kans om daaraan te overlijden dan daarbuiten. Hetzelfde geldt voor de pokken, is ook een epidemie die regelmatig voorkwam in de 19e eeuw. En hier begon dus ook vlak na al de grote gracht die je aan de andere kant nog ziet liggen. Die was ook heel breed hier, die liep hier al vlak langs. En dan had je hier een multifunctioneel gebouw. Dat was de school tijdens werkdagen en op zondagochtend was het de katholieke kerk en die moesten er dan om 10 uur of 10:30 snel uit, want dan werd die omgebouwd tot de protestantse kerk en dan gingen de protestanten daar naar de kerk. En dat was dus vaak gedonder, want die twee die konden elkaar niet velen, dus dan gingen de katholieken het wat rekken om de protestanten dwars te zitten enzovoort. Dus uiteindelijk heeft dat er toen geleid in 1837 uit mijn hoofd, dat de protestanten een eigen kerk hebben gebouwd die je nu nog kent aan de Balkbrugkant van de Ommerschans. En vanaf dat moment konden de katholieken hier alleen in. Wel geteld dat er maar één graf eigenlijk nog is van katholieken, want de ambtenaren, de meeste waren allemaal protestants. De protestanten hadden toch in Nederland wel een streepje voor in die tijd. En dat ene graf dat ligt hier. En hoeveel mensen liggen hier in totaal? In totaal 5000 mensen. 5000 mensen? Ja, ja. Maar nogmaals, dat is geen gek getal.
In Dedemsvaart is een begraafplaats in de Mulderij, waarvan het voorste stuk rond het graf van Van Dedem staan ook geen stenen meer. Daar liggen er nog veel meer dan 5000 op een kleiner oppervlak. De wat oudere stenen daar, die stammen wel uit de Ommerschanstijd. Allemaal protestants en eigenlijk ook allemaal van beambten van de Ommerschans. Hangt familie dan hier nog kettingen neer? Of wat? Ik weet niet, dat verandert steeds, want ik zat even te kijken. Er staan twee mooie symbolen van vlindertjes op. Yeah. En af en toe dan nemen mensen het initiatief om die ook mooi even in te kleuren. Maar dat verdwijnt van zo'n steen weer heel snel. Ja. Tot voor 20 jaar kon je hier helemaal niet komen. Het was zonder hekken omheen. Het was van de domeinen, van de overheid. En hier mocht je helemaal niet komen. En het is pas veel recenter dat een groep mensen gedacht heeft van ja, maar hier moeten we wat mee. Ja. Die Ommerschans moeten we op een of andere manier weer een beetje tot leven brengen. En dat is eigenlijk een heel jong initiatief nog maar.